Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal waar ik vandaag een eilandtour ga doen van het eiland Callisto. Vrij bekend eiland. Ik ben er ook al eens eerder geweest, echt maanden geleden. Sindsdien niet meer, dus ik ben benieuwd of ik de weg nog weet. Dit zijn de bewoners die hier wonen en onderaan staat ook het droomadres voor als je zelf naar dit eiland toe wil. En we gaan gewoon kijken of ik de makkelijkste route nog weet zonder te verdwalen. Waarom ik dit eiland wil laten zien is voornamelijk omdat ik heel veel inspiratie heb opgedaan van dit eiland voor Taluna. Zoals jullie misschien al herkennen, dit bankje en die koffer, heb ik nadat ik hier ben geweest ook op mijn eiland gezet. Want ik vond het zo leuk om zo'n koffer bij de ingang te zetten. Als een soort van ja, welkomst dingetje. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik vond het gewoon heel erg leuk. En deze kant op is het plein. Waar ik alweer geweest met mijn bed. Gaan we eerst even terug en dan de andere kant op. Daar kan je richting het strand, geloof ik. Oh ja, dan kom je bij dit stuk wat ik super mooi vond. Even kijken of er hier op het strand iets is. Een gezellig hoekje. Maar dan gaan we hier naar dit stuk. Ik vond dit, toen ik dit voor het eerst zag, toen was ik nog helemaal niet zo bekend met dit idee van dat je een soort van huisjes kunt maken met die scheidingswanden en zo. En ik vond dit zo mooi. Ik was echt heel erg onder de indruk. Ik vind het nog steeds echt heel erg mooi, want het ziet er echt zo goed uit. Het zit goed in elkaar. Ik wilde dit ook meteen op mijn eigen eiland. Sowieso alle dingen die ik hier zag, daarvan dacht ik van, oh, dit wil ik ook gaan maken. Alleen, jullie hebben mijn eiland gezien. Het zag er niet zo uit als dit. Helaas, het is me niet gelukt. Het gaat me denk ik ook nooit lukken, want de kant die ik nu op wil met mijn eigen eiland is niet dit. Wat ik ergens ook wel jammer vind, want ik vind het wel heel mooi. Dit is trouwens, ze hebben een keer een zuid... rivier. Oh, je kunt het niet zien, want dat dingetje staat ervoor. De twee keer Zuidrivier hebben ze een beetje opgelost door, zoals je rechtsonder kunt zien. Ja, ze hebben eigenlijk alleen een waterval en een bruggetje en dat is het. Ik vind dat slim, want die Zuidrivieren zitten een beetje in de weg, vind ik. En dit is wel een creatieve manier om het toch op te lossen. Dit is een gezellig hoekje. Als jullie trouwens denken, wat praat ze raar, dat zou best wel kunnen kloppen. Want ik heb een verdoving gehad in mijn mond. Want ik heb een gaatje, dus ik moest een wortelkanaalbehandeling. Het was echt verschrikkelijk. Maar mijn lip is nog een beetje verdoofd. Dus misschien dat het daardoor een beetje anders klinkt dan normaal. Hier is Nook's Hoek, waar je hierachter nog een paadje op kan. En overal zijn hier op dit eiland van die gezellige hoekjes waar wat spullen staan. En ja, alles ziet er gewoon goed uit. Hier is een... Oh, ik wou helemaal niet terug. Hier is een uitzicht. Wat mooi. Hier moeten we maar even een foto maken, denk ik. Dan kun je het uitzicht extra goed zien. Zo door de camera zo een beetje te doen. Echt heel mooi dit. Kijken of hier ook nog een uitzicht is. Of dat het een... Nou ja, niet echt geloof ik. Dan gaan we weer terug. Lopen we vanaf hier naar boven. Dan komen we bij Fauna's huis aan. Al die huisjes zien er echt heel gezellig gedecoreerd uit. Ik geloof dat je hier links weer bij het plein uitkomt. Ja. Moeten we eventjes in de gaten houden. Want al die kleine paadjes en zo, die maken het heel verwarrend soms. Maar goed, hier is Fauna's huis. En ik vind het heel leuk met die waslijn erachter. Ik vind de waslijn sowieso echt een toegevoegde waarde bij bijna alles. dit is gezellig, ook met die eend. Kijk of je hier nog verder kunt. Nee. Oh, ik zit vast. Help. hoe kan ik hier weer uit? Oh, yes. Dan gaan we omhoog. Hier... komen we bij de zusjes Abel. Zij hebben een nice studio. Super gezellig. Ziet er goed uit. Ik vind het heel leuk hoe er zoveel spullen staan overal. Maar dat het niet echt heel erg propperig en vol lijkt of zo. Tenminste, ik vind dat niet. Oh, hier kunnen we op. Ik ga dat doen. Bij de picknick set. Alle kleedjes hebben ook zo'n gezellig patroon en zo. Oh, hier hebben we weer een mooi uitzicht.
En gaan we hier naar rechts. Ik vind het grappig om te zien hoeveel van dit eiland ik toch heb gebruikt bij het bouwen van mijn eigen eiland. Dat was ik eigenlijk vergeten. Ik ben hier, dus zoals ik zei, maanden geleden ben ik hier op dit eiland geweest voor het laatst. En toen was ik echt onder de indruk en toen dacht ik, yes, ik wil dit ook. Maar ik was eigenlijk vergeten hoe dit eruit zag. En ik vind het wel echt leuk om te zien dat ik wel elementen van dit eiland echt gebruikt heb. En ook verwerkt heb op mijn eigen manier op Taluna. Dat vind ik leuk om te zien. Hier is een gezellig hoekje. Hier kun je boetseren. Alles op dit eiland ziet er zo natuurlijk uit. Ik vind het echt een van de mooiste eilanden waar ik geweest ben. Zeker, dit is trouwens ook echt heel, heel natuurlijk en mooi. Maar zeker toen ik dus dit eiland voor het eerst bezocht, was het echt het beste eiland wat ik ooit had gezien. Het was zo creatief en goed, zat goed in elkaar. En ik was zo jaloers op dat mensen dit kunnen maken. En ik wilde zo graag ook zoiets maken. Ik hoop heel erg dat met mijn nieuwe eiland dat ik niet weer teleurgesteld ga zijn in mijn eigen kunnen. Want ik weet niet waarom dat is. Maar als je op iemand anders eiland komt, dan ziet alles er zo mooi uit. Maar dan ben je er niet al heel lang mee bezig geweest. Ik denk dat als je er zelf al heel erg lang in zit, dat je dan een beetje kwijtraakt hoe mooi het eigenlijk is. Terwijl dan denk je dat het niet mooi is, maar eigenlijk ziet het er ook gewoon heel goed uit. Kijk of we hier eigenlijk nog verder kunnen. Achter die boom. Lukt niet. Ja, gelukt. Ook weer mooie uitzichtjes. Oh ja, hier is een soort van mijn. Mijn karretje. Dit was ook de eerste keer dat ik dit zag. Het is best wel vaak gebruikt door mensen op internet en zo. Zie ik heel vaak hoe je dit moet doen. Maar al dit soort dingen kwam ik als eerste tegen op dit eiland. Dus het is echt wel een soort van, terug in de tijd of zo. Om hier weer op te zijn. Voordat we de brug overgaan, even hier nog kijken of er iets te zien is. Oh, ik zit weer vast. Dit soort dingen moet ik misschien gewoon niet meer doen. Maar ook deze brug en hoe dat eruit ziet en zo met die... Hey, ik had nog helemaal niet gezien dat hier allemaal bijenkasten stonden. Niet goed opgelet net. Maar ook zo'n brug met die jailbars ernaast. Wat ik nog nooit eerder gezien voordat ik hier kwam. En ik vind ze echt super mooi hier passen in het eiland. En dat het hier zo gaat naar het museum. Ik vind het leuk dat dit in een klein hoekje gepropt is. Dat er hier verder ook niks is behalve het museum. Zo helemaal diep beneden. Terwijl sommige mensen maken echt een heel groot ding van hun museum. Maar ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk als het zo is. Dat je het eigenlijk nauwelijks kan zien. En dan gaan we weer even terug. Ik moet echt goed kijken waar we nou allemaal wel en niet al zijn geweest. Dit soort kleine paadjes geven heel erg... zorgen ervoor dat ik in ieder geval de weg kwijtraak. Maar ik denk dat hier beneden het plein is. Laten we even... Oh, hier is nog een soort wasserette. Die had ik net nog niet gezien. Maar hier is inderdaad de kledingwinkel en het plein. En aan de andere kant kun je ook weer op het plein komen. Dus dan gaan we even omhoog en naar die brug die ik net had gezien. Kijken wat daar is. Ik vind het trouwens ook grappig om te zien dat dit eiland heel veel van de bewoners heeft die ik ook heb. Fauna en Eric en Bo en Lily. En ik wilde heel graag ook Molly en Gonzo. Ik weet nog niet zeker of ik Gonzo op mijn nieuwe eiland ga doen. Want ik vind hem heel erg leuk. Maar ik weet niet of die past bij de stijl van het eiland. Ik ga daar nog even over nadenken. Maar er zijn heel veel dus overeenkomsten met dit eiland en Taluna. En dat vind ik heel grappig. Ik vind het ook trouwens heel creatief hoe ze gebruik hebben gemaakt van die stenen hierachter op het eiland. En dit strandje zo bij de camping. Ik vind dat best wel uniek. En ik vind het er heel leuk uitzien. Maar we gaan even omhoog. Hier zie je nog een soort uitzicht op de zee en zo. En dan gaan we... Hier is nog een uitzicht. Gaan we even kijken welke kant het beste op. Ik geloof dat hier niet zoveel is, denk ik. Of juist hier weer de verdere doorgang. Laten we eerst naar het huis gaan van de bewoner. Die van de
maker van het eiland die daarboven is. Oh, hier is een gezellig tuintje. Oh, ik geloof dan niet dat we erheen kunnen. Ze zit opgesloten. Zelfs haar karakter ziet er best wel hetzelfde uit als ik. Met die bril en met dat haar. Nou ja, het is een beetje misschien mijn secret twin. Hier is een houtwakkersplek. Ziet er goed uit. We zien al een klein beetje van de van het film daarachter. En ik vind dit echt heel erg gezellig eruit zien. Gewoon zo'n klein hoekje. Niet groot. En dit soort kleine hoekjes kun je zo makkelijk, zo leuk decoreren. Als je tenminste een beetje creatief bent. Want ik kan het ook niet zo mooi als dit. Gaan we maar kijken waar we hier uitkomen. Dit is het huis van Coco. En wat ik net zei over de bewoners, dat we veel dezelfde hebben. Coco was ook op mijn eiland. En ik vind Coco echt verschrikkelijk. Ik vind haar heel erg creepy. Met die ogen die gaten zijn. En dat ze een soort van ritueel beeldje is voor crematies in Japan of zo. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar je kunt daar dingen over zien op Google. Maar ik vond haar echt heel erg eng. En wij hebben haar als een van de eerste bewoners gehad. Zonder dat we daar behoefte aan hadden. Mijn man en ik. En we hebben haar opgesloten met een hek onder huis. En zo snel mogelijk weggejaagd. Wat nog echt bijzonder lang duurde. Want blijkbaar vond ze het wel prima om opgesloten te zitten. maar goed, uiteindelijk is ze weggegaan gelukkig. Hier is ook een mooi huisje. Ik denk dat het het huis van Bo is. Want die herken ik denk ik wel. Even kijken hoor. Oh, hier zijn we weer bij de ingang van het eiland. Ik ben nu al de weg weer kwijt. Even kijken waar we nog naartoe moeten gaan. Gaan we eerst maar even naar beneden hier. Ja. En hier komen we weer. Ja, hier kan je inderdaad niet door. Kijk, hier komen we weer bij het strandje. Oh, dit is een gezellig klein strandje. Ik vind het leuk hoe ze die termietenheuvels ook gebruikt hebben. Ik vind die zelf heel erg leuk. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze ze lelijk vinden. Maar ik vind ze wel leuk. Even kijken, hier kun je ook naar een strandje. En hier is het huis van, denk ik, Eric. En dan gaan we weer naar beneden. Volgens mij komen we dan bij het strand, ja. Hier is ook nog een gezellig hoekje. En hier is de pier. Ik vind het altijd heel erg leuk als mensen echt zo'n gezellig dingetje van hun pier maken. Er zijn trouwens ook dingen aan dit eiland die ik niet zo mooi vind, zoals die golfbrekers. Ik vind die golfbrekers heel lelijk. Ik geloof dat ze trouwens zo heet, ik weet eigenlijk niet zeker. Ik vind ze heel lelijk en zou ze niet zo snel gebruiken op mijn eiland. Hier woont Lily. Lily heeft een gezellig... Hoe heet zoiets? Kweekplekje voor kerstbomen. Even wachten tot Kiki ons er weer doorlaat. Ik vind het altijd zo sneu om die villagers te duwen. Maar het staat natuurlijk nergens op. Want het zijn maar gewoon dieren in een spelletje. Maar goed. Ik wacht liever even tot ze gewoon voorbij zijn gelopen. Dan hoef je ze niet te duwen. Hier is een gezellig zitje. Met allemaal boeken en dennenappels. En een soort van keukentje of zo. Denk ik tenminste dat ik voor moet stellen. Gezellig voor buiten eten. Ik vind het nu ook wel weer tijd worden om buiten te eten. Het is net bijna maart. Het is nog lang geen tijd voor lente of zo. Maar toch heb ik altijd heel erg rond deze tijd van het jaar zo'n lentegevoel. Dan wil ik echt heel graag dat het gewoon komt. En dan komt het niet. En dan is het super koud en zo. En als je dan wel buiten gaat eten, dan is het altijd een soort van fout. Want het is dus veel te koud ervoor. Dit ziet er echt super leuk uit. Het is een soort van boomhut. Of tenminste, het doet mij denken aan een boomhut. Met hierboven ook echt van die kussentjes. En zo'n tentje en zo'n telescoop. Echt een soort van plek voor kinderen, waar kinderen kunnen spelen. Maar niet dat het eruit ziet alsof het voor kinderen is. Met ja, van die kinderachtige spullen en kleuren en zo. Dat vind ik altijd wel leuk. Oh ja, hier komen we uit bij de... hoe heet zoiets? Waar je films draait. Nou, ik ben het woord kwijt. Ik denk steeds bibliotheek, maar zo heet het helemaal niet. Bioscoop. Zo, dat was moeilijk. Bioscoop bedoelde ik.
Ik ga gewoon maar de verdoving de schuld hiervan geven. Want dat kan gewoon toch, als je net verdoving hebt gehad. Dat je dan niet meer weet wat voor woorden je moet zeggen. Het was misschien ook niet het allerbeste idee om nu een video te gaan maken. Maar ik liep al een beetje achter. En ik heb dus de laatste paar dagen ook echt heel veel kiespijn gehad. Dus toen had ik ook niet zoveel zin om een video te maken. En nu is het in ieder geval met de verdoving de kiespijn weg. Dat scheelt. Ik ben nog een beetje aan het kijken op de strandjes. Of ik nog iets gemist heb. Maar ik geloof het niet. We moeten weer even teruggaan naar het begin. Want vanaf het plein moesten we hier nog omhoog. Hier zijn we nog niet geweest. Hier komen we nog bij een huis. Wat misschien Molly's huis kan zijn. Of misschien is dit wel Eric's huis en dat die andere Molly's huis was. Ze lijken allemaal super erg op elkaar. Ik vind dat juist ook wel heel erg leuk. Want dan kan je echt huisjes kiezen op je eiland die echt bij elkaar passen. Die qua stijl heel erg hetzelfde zijn. Dit is trouwens echt een super leuk printje met dat eikeltje erop. Even kijken, en hier zijn we nog niet geweest. Hier woont ook iemand, ik heb geen idee wie. En hierachter is nog een uitkijkplek. Even kijken wat voor uitzicht. Oh, dit is ook weer zo'n mooi uitzicht. Gaan we ook nog even een foto maken. Dan zie je altijd net iets beter het uitzicht. Zonder mezelf erop, dat is mooier. En ik geloof dat we dan alles hebben gezien, denk ik. Even kijken of dat zo is. Oh, hier is nog een hoekje waar ik niet zoveel naar heb gekeken nog. Die ziet er ook heel erg gezellig uit. Maar dat was het, denk ik. Ja. Dan sluiten we de video af en dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Waar ik misschien weer wat ga laten zien van mijn eiland en hoe het er nu uitziet. Want ik heb echt superveel weer gedaan. Dus ik zie jullie heel graag de volgende keer. Doei doei!